enige wat van belang is dat je snel iets in elkaar kan flansen wat je verkopen kunt. Dat hoeft helemaal niet goed te zijn. Als je maar de illusie kunt wekken dat dit een prettig product is zodat het gekocht wordt, ja, dan kun je daarna later kijken of je wat betere versies kunt maken. Dan krijg je het verschijnsel met de versienummers. Hè. Met zelfs cijfers achter een komma, versie 2.6 en versie 2.7 en die pushpas. The Intel Pentium 4 processor. Advanced technology for the internet and beyond. Dat is natuurlijk goed geweest dat versie 1 gewoon het product geweest was.